welkom bij deze nieuwe vlog op het kanaal van Nick Bams. Vandaag zijn we in het winderige Rotterdam. Dus ik hoop dat ik verstaanbaar ben en anders mijn excuus. Het is windkracht 10 vandaag. En ja, wat kunnen we beter dan een kermis bezoeken? Niks eigenlijk. Ja, thuis zitten, maar ja, we hebben geen kermis. Dus we gaan snel de kermis op en dan gaan we even kijken wat er allemaal te beleven valt. Hier in Rotterdam op een skihaven. Kermis hier in Rotterdam heeft allemaal een hek omheen. Dat hebben ze niet vanwege corona gedaan, dat hebben ze eigenlijk standaard. Daar schuilt de kermis op. De eerste attractie wat we tegenkomen is de Power Ray van de Veen. Mooie machine. Misschien zal ik even een ritje maken, maar eerst even de rest van de kermis zitten. Bekijken. Daar hebben we een wetensport. Diverse kanszaken. Namelijk behendigheidsspellen. De Jumbo Molen. Wat hier ook natuurlijk niet ontbreken. Na een paar kanszaken komen we bij de spinning coaster van de Walder terecht. Dat is de wilde muis afbouw van onze kermis. Het staat hier een booster van Bakker. Een mega booster, want die is goed in trek, zoals je ziet. Lange rijen. Deze circus, de fanhouse van de kermis in Rotterdam. Ze hebben 12 of 5 of 40 of 10. Je mag dat niet doen. Naast de tunnel staat een bietenbijntje. Ziet er wel grappig uit. Met een tunneltje middenin, pijpertje. Er staat een snelkoer in de kermis. De Ghost Villa, de spookhuis van de kermis. Ook staat een VR simulator. Krijg je een bril op en kan je een achtbaan film kijken. Dan beweeg je de stoel ook. Bij Magic City kan je lekker verdwalen in glazen hoofd. En als je van Star Wars fan bent, kan je deze attractie niet openslaan. Dat is een attractie die gaat heel hard ronddraaien. En ik ga verder in het moet je maar even meemaken en inschatten. En ze hebben hier twee boshoudbanen tegenover elkaar staan. Voor de kleintjes onder ons, de kinderboshouder, mag je daar te groot voor zijn. Kan je een volwassen boshouders. Stars for Stars heet hij hier. Ook staat hier Circus Convoy, dat is eigenlijk een soort bietenbaan. Maar dan heb je straks kleiner en heb je een hele lange parade achter elkaar. Van bondraken. In een disco schijn, wat hier, dat is een rotbaan. Dat is een soort snelheidsmolen wat we in Duitsland voornamelijk kennen. Dus als we maar even een ritje meemaken, die stappen in de buis zijn. Oh,
stappen in, we stappen niet uit, we gaan nog weer achteruit. Het was zo'n leuke rit in de disco train. Ja. Verder hebben we hier nog de breakdance van de... ...de Zakel staan. En daar gaat het over het project Land van Zipkema. Met links van ons een racerama. Die attracties zien we steeds vaak op de kermis. Verder nog een paar kanshaken. Zoals al los en stikken uit het vuur. Ja, wat dat inhoudt, moet je zelf maar een keertje instappen. Hoe zat er erbij zijn? Ja, ik heb ook nog een trampoline. Nou ja, zo'n sprinters, hè. Dat hier heeft niks te doen. En hier komen we alweer bij de Powerade, hè. Maar dat betekent dat de kermis alweer helaas op zit. Bedankt jullie voor het kijken naar deze vlog op het kanaal van Nutmans. Er staat hier weer een leuke kermis in Rotterdam. Is elk jaar wel zo. En ja, deze mag gelukkig ook weer doorgaan. Dus ja, vond je dit een leuke vlog voor je kanaal te mogen? Laat even een leuke commentaar en reacties. En mocht je nieuw zijn, abonneer dan op mijn kanaal. Dan ga ik nog even kermis spieren en dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer.